het marktveld. Marktveld, maar de K die is te moeilijk. Marktveld. Dat was echt een centrale plaats in de toenmalige gemeente Vlijmen. Waar de kermis was, waar ik me nog wel kan herinneren dat er ook wel eens een circus bestaan heeft. Waar in ieder geval activiteiten plaatsvonden die later meer naar het plein zijn verhuisd. Maar het plein, dat was er voor de oorlog niet, want daar waren nog geen V1's gevallen. Dus het Marktveld was eigenlijk de centrale plaats. De verbinding tussen de Achterstraat aan die kant en de Wolpert aan deze kant. Was het Marktveld om het Marktveld was hier. Allemaal bomen. Ja. Een kermisterrein. En gras. Ja, een kermisterrein, maar er werd ook een impactje gemaakt. Van Gilders die hier opgetreden hebben. Ja, dat is nog landing, ja. En om een idee te krijgen van hoe de marktveld toen uitzat. Dit is een plattegrondje. Wat vooral opvalt daarbij is dat je hier de mooie rijsteeg, die staat hier aan de oostkant getekend. Later is dat die straat, aan de westkant is de Looisteeg geworden. Ander ding wat opvalt is dat er erg veel cafés onder de markt valt. Nou, dan was dat niet ongebruikelijk, want in die tijd waren er gewoon heel veel cafés en heel veel winkeltjes. En hier werd gevoetbald. Olympia. Voetbalclub en Harry Verboort heeft daar een bijdrage in gehad en ook over gepubliceerd. Ja, Olympia, deze kaart is al anno 1920 en de Olympische Spelen in Amsterdam waren in 1928, dus ik weet niet of dat daar nog een verbinding zit of dat om andere redenen Olympia genoemd is, maar het was in ieder geval voetbalclub Olympia die hier. Hier zie je een oude schutsboom, een brandweerhuisje. Je ziet ook nog een tramlijn die hier door de straat liep. En die kwam van het bos. En die liep hier door tot aan de remise in Drunen. Vandaar dat dat ook de remise heette, want daar was de tramremise. En dan ging hij door naar Waalwijk en hij boog af naar Heusden. Dus als je het in Elshout, dat Schnitzelrestaurant, het oude tramstation. Nou, dat komt dus van die aftakking van de tramlijn richting Heusden. Nou, een aantal families. Hier was ook nog een paadje, het Vonderpadje. En daar heb ik even opgezocht. Het Vonder, ja, dat is een oud bruggetje, maar ik ken het niet. Is er iemand... En waar lag het dan? Bakker van Halder. Het Vonderpadje... Bakker van Halder, ja. Dat kwam er bij het snoepwinkeltje. Ja? Ja, ja. Bij het soep van binnen? Ja. In de Achterstraat? Ja. Dat was een geheim. Dan mocht hem ook uit het hoofdstil. Oh. Dat was een padje. Dat was een padje bij Bakker van Halder. Ja. Ja. En dan liep naar de Achterstraat. Ja. En dan kwam de... Bij een snoepwinkeltje. Bij Minne. De huis werd dwars. De boerderij. Boerderij. Oké. Okay. Ja. Ja. Gingen wij de kerkenbanken af, omdat kijk, de mensen soms de cent hadden laten vallen. Konden meteen naar het snoepwinkeltje. Juist. Nou. Ja, ja. Goed, al één vraag beantwoord. Dat was dus het volgende keer. En ja, als je gaat opzoeken bij zo'n vonderke, dat is een smal bruggetje staat er dan, maar ik denk, ik weet niet of dat daar een smal bruggetje wat voor een sloot had gelegen. Genoeg over het marktveld, wat nou helemaal niet meer als zodanig herkenbaar is. Zelfs de latere gebouwen die zijn inmiddels weer buiten functie, zoals de Rabobank. Zoals we hier in deze buurt heel veel burgemeesters tegenkomen. Ja. Zwaansweg was gewoon een naoorlogse straat. En op de plek zo'n beetje hier waar we nu staan stond de box. En daar heb ik een foto van. Dat is dit gebouw. Ja. Oh, maar kan het gebruiken. Ja. En latere foto's die tonen hier een dichte bovenkant. Maar deze foto is genomen in de tijd dat de box een dienst deed. Het was een gebouw van Van Wagenberg. Maar dit was de droog
zolder voor de huiden van de leerlooierij. Dus vandaar dat de wind daar doorheen moest, later is het weer dicht geworden. Van Wagenberg had eigenlijk in feite drie ondernemingen. De leerlooierij, ze hadden een mandenmakerij en Van Wagenberg Vesten, het later Jonker Fris, deed in conserven. Nou, de box was een van de gebouwen van Wagenberg, zoals ik zei, voor het drogen van de huiden. Maar wat hier ook gebeurde, was voor Jonker Fris of voor Van Wagenberg Vesten, werden hier met name snijbonen, zilveruitjes uitgedeeld voor het thuiswerken. Dus mensen die konden kermisgeld verdienen door uitjes te schillen. Dat was wel eens wat ongenoegen, maar dat was nooit omdat mensen te veel mee naar huis kregen, maar altijd omdat ze te weinig kregen. Ze wilden altijd meer kisten, maar ja, dat werd een beetje gedistribueerd zodat iedereen toch wat te doen kreeg, maar dat was echt een thuissnijverheid. Zilveruitjes, pallen, snijbonen en misschien nog wel andere dingen. Waar de box ook een tijdelijk voor gediend heeft in 1946. Begin 1945 hebben we het verhaal over de V1 inslagen op het plein. Maar er is er ook één in de Pastoriestraat neergekomen en die heeft al wat beschadigingen aan de kerk veroorzaakt ook. En granaatbeschietingen. En toen heeft de box een tijd lang als noodkerk gefungeerd. En ik weet in ieder geval dat mijn ouders hier toen getrouwd zijn. Nog meer hier in de groep van, drie welk jaar was dat? Ik was misdienaar in de box. Misdienaar? Ja, het is maar een klein jaar dat hier, maar er zijn in die tijd, want ja, er werd natuurlijk, het was oorlog, dus ik denk dat er ook wat huwelijken zijn uitgesteld tot na de bevrijding. En daar zijn nogal wat stallen toen hier getrouwd. Jij was bezig daar in de box? Ik heb een kapelletje, daar is een geheugen van de box. En ik zat in de oorlog in de schuilkelder in de ronde boog die Wagenberg in de villa had. Ja. Dus ik liep met mijn broers tussen toen de bommen vielen hier naar, om de mis te dienen. Met pater Matteo, pater van Wagenberg. Ja. Ja. Nou. Je krijgt wel heel wat de type vanmiddag, Wim, maar graag dit soort dingen, ja, die details die ken ik. Nee, ik weet wel die tuin van Wagenberg, maar wat mij vooral daarvan bijgebleven is over een schuilkelder is het begrip schuilkelder. Nou, het is een schuilkelder, maar er stond een grote muur voor, dus je kon die schuilkelder nooit zien. Hè. Dus het is altijd voor mij iets gebleven van een soort geheimzinnigheid. Hè. Er zat een schuilkelder. Nou ja, wat een schuilkelder is. Dat, ik zal het vertellen, ik ben Wim Schoon en ik ben vijf keer verhuisd op de Wolpen, op 300 meter. wij hadden op de hoek daar, onze opa is in 1898 begonnen, op Toon Schoone, als ketellapper. En daar ben ik een verre kleinkind van. Ja, achterkleinkind, achter. En u bent de Wim Schoon, hè? Wim Schoon. Ja. Loodgieter. Ja. Dan, wat ik hier ook even wil vertellen is over de naoorlogse jaar, eind jaren 50, weer jaren 60, toen kwam de Vlietberg in ontwikkeling. Hadden we burgemeester Schweitzer, die heeft zijn naam gegeven aan de tunnel een eindje verderop, maar burgemeester Schweitzer, die zag daar een nieuwe wijk en die zag in de gemeente Vlijmen, Nieuwkuik, Haarsteeg en Vlijmen. En die heeft toen het hartplan ontwikkeld. Die wilde eigenlijk op een centrale plek die een beetje vergelijkbaar qua afstand was voor de verschillende kerkdorpen binnen de gemeente, wilde die allerlei voorzieningen samenbrengen. En hij noemde dat het hartplan. En een deel daarvan is ook gerealiseerd, want je ziet hier de heigraaf met een overdekte sporthal, overdekt zwembad. We zijn net langs de bibliotheek gelopen, we zien daar ook de brandweer. Dus een aantal van die voorzieningen die heeft hij ook kunnen realiseren.
en de andere niet, maar het probleem was dat hij in zijn visie met Mommelsteeg te maken kregen ze op de Wolp, de toenmalige zaadhandel. En die zag die plannen helemaal niet zitten, want daar zijn gronden voor nodig. Daar is in ieder geval driftig gelobbyd. Op een gegeven moment is ook vanuit de provincie gezegd dat dat plan van Zwaitzer veel te groot was voor een dorpje van de omvang, of een gemeente van de omvang van Vlijmen. En toen is er een streep doorheen gegaan. Maar ik denk dat op zich zijn ideeën over het, een centrum om hier een aantal voorzieningen bij elkaar te brengen, dat op zich helemaal geen slecht idee was. Het kapelletje wat daar achter staat, daar heeft Wim al naar gerefereerd. Dat is een cadeau van de bevolking. Uit dank voor ook voor het gebruik van de box als noodkerk in die tijd. En, die is ook door vrijwilligers kosteloos daar neergezet. Ja. Het bouwbedrijf van Nooy heeft het gebouwd. En de loodgieter heeft er een gootje aan hangen met die afvoer. En de herinneringen van de paters van Marie Kroning hangt ook nog binnen. Ja, nou, mooi. Ja. En een aantal jaren geleden, toen ik ook betrokken was bij het parochiebestuur, toen hebben we het hekwerk voor het kapelletje helemaal tot de nok verhoogd. Want voor die tijd zat er een opening boven en die was groot genoeg om de zaak toch te vernielen. Ja. Dus toen hebben we het maar helemaal dicht gemaakt. Ja. Mooie bijkomstigheid is dat er s'avonds op de ook verlichting is, hè? Ja. Want het zit op de, volgens mij op de verlichting van de straat. En als je kijkt naar de vroegere benamingen, dan heb je bijvoorbeeld Sportpark de Hoge Heide. Je hebt de Marie van de Middelhaai. En je hebt de Lage Heide bij het winkelcentrum de Oliemata. Die seniorenwoningen, dat heet de Lage Heide. En geeft ook aan dat het gebied dus richting de Mos van hoger naar lager. En we weten ook dat de Mos... Ja, zeg al, dat was het afvoerputje van Brabant, want daar kwamen alle waterstromen kwamen in de Mos uit. Dus dat betekent dat het van hoog naar laag moet gaan. Hè? Dat, De Heigraven was een afwatering vanaf de Hei, Middelhei, Hoge Hei, richting de Haagsteeg. En dat is de naam Heigraven, dat was gewoon een soort van wetering. Ja, gegraven. Oh, oké. Okay. Ja, vanuit het heigebied. Ja. Prima. Ad was net al even aan het woord en ik weet niet de precieze datum, maar binnenkort dan geeft hij een lezing over de Zuid-Willemsvaart. Ik heb daar een stuk van gehoord, heel interessant. Hij praat bijna net zo makkelijk als ik. Ik ben nog bijna thuis, hè? Station, de veiling, Hophest. Nou, meteen maar even laten zien. Dit station. En zeg maar, dat had ook in Drune of in Waalwijk, want alle stations in die tijd waren hetzelfde, maar ja, dat lijkt me ook nuttig om daar niet te veel veranderingen aan te brengen, want al die dingen hadden dezelfde functie, dus waarom zou je eigenlijk iets anders bedenken? Maar het is heel karakteristiek. Het station met Vlijmen natuurlijk, dat gebouwtje hiernaast, daar lijkt me een klein stationnetje, hakken hakken vuut, maar wat was dat? Wie kan me daar... Maar ik weet nog wel, dat is een trap. Volgens mij woonden daar mensen in vroeger. Ja. Volgens mij wel, hoe heette die ook alweer? Van Vorstenbos. Van Vorstenbos. Ja. Oké, okay, dus dat was gewoon een woning. Ja, dat was een woning. Maar dat is toeval dat die vormen ook de vormen van het station hebben. Stationshuis. Ja.
Want de posterijen kwamen met de trein mee. Ja, dat is hij natuurlijk. Van Gent en Loos? Van Gent en Loos was het, maar daar zat hier een aanbouw. Oké. Heel een grote aanbouw, want daar hadden wij die mandenbakerij. Ja, ja. En dan rechts. Kijk, hier maar rechts was een hele grote aanbouw en daar gingen wij die manden halen. Stonden daar niet de bussels afgeslagen? Ja. Wat? De bussels. Oké, die stonden los. Ja, maar die stonden los, hè? Ja, ja, maar die. Ja, de banden. Ja, die te veel. Die zetten ze gewoon aan de overkant. Ja. Nou, die. Dat was een kort intermezzo voor echte Vlijmenwesters. Maar die. Hier liep dus een spoorlijn, hè, wat nou de A59 is, daar liep het Halm Zoolijntje. Daar zal iedereen ondertussen wel eens van gehoord hebben. Lagen zwaar uit een bos. Waarom Halm Zoolen? Omdat dit toch vooral een trein was voor het vervoer, onderdelen voor de schoenindustrie. Die trein had ook passagiersvervoer, vandaar ook zo'n stationgebouw tot 1950. Heeft het ook als passagierstrein dienst gedaan. En in 1972 is ook het goederenvervoer gestopt. Dus tot 1972 was hij in gebruik. En ik weet nog wel, dat was de tijd dat de mensen ook nog tijd hadden. Want als je dan met name daar bij de overweg naar richting Nieuwkuik. Ja, dat was de trein die kwam eraan. De trein kwam tot stilstand. De machinist die stapte uit en die ging de slagbomen dicht doen. En die ging terug en die reed de trein over de overweg. En die stopte en die stapte uit. En die ging. En iedereen die wachtte gewoon. Hè, zo ging dat. Bij de station, een stukje verderop, daar stond ook de veiling. En nou, de veiling was een iets minder charmant gebouw, maar functioneel was dat natuurlijk ook helemaal niet nodig om daar een prachtig gebouw neer te zetten. Ja. Dit moest gewoon. Er stond er buiten alles, en deze alles buitenstallen. Deze alles in bussers. Ja. Dus dat was niet binnen. En binnen was niks te doen. Alles was buiten. En dan witte die mensen. We gingen naar die afslag kijken. Ja. Oh, ja. Oh, ja. Ja, dat was. Maar dit was de veiling. Maar de veiling, daar ben ik zelf ook wel geweest. Want wij hadden ook zo'n stuk land. En ik denk dat ik een jaar of 12 was. En dan hadden we zo'n freesje, geen tractor, maar zo'n mini-tractortje. Ja, mini-mini. Ja. Met een karretje erachter. En dan reed je een jaar of 11, 12. Maar dan reed je gewoon van de Wolpert naar de veiling. Ik zie nog wel die veilingbrieven. En dan later gingen die veilingbrieven weer ophalen, want dan was die afslag geweest. En dan stond er op die veilingbrief wat er verkocht was en voor hoeveel. A en B kwaliteit, dus een snijboon die recht was, dat was een A kwaliteit en die krom was, dat was B kwaliteit. Dat was een en al rook wat je die veiling die moet halen. Ja, dat klopt, ja. Ja, hè? De rode rook. Ja, de rode rook. Ja. Oh, dan was het toch een rookhond, dan was het toch een rookhond. Ja, en later in mijn tijd was het Jos Paul, Jos de Waan, Jos Paul die veilingmeester was. En we ook natuurlijk bij dat werk, en dat is ook wel leuk, daar hebben we allemaal wel herinneringen aan, denk ik. Gewoon wegen met een bascule. Ja. Ja. En ik denk dat er een hele hoop mensen nog thuis van zo'n blok hebben staan. Met van die gewichten die je op een bascule gebruikt. Hè. En naast de veiling stond nog een hopeest om hop te drogen, want eigenlijk is een belangrijk deel van de rijkdom van Vlijmen, maar die zit meer aan de oostkant dan aan de westkant. Daar zat het geld en hier zat de wijsheid, denk ik. Zo, een beetje, zo zullen we het wel verdeeld hebben. Maar, ja. Kunnen wij niet leven. Ja. Maar hop was heel belangrijk. Eind 19e eeuw, toen werd er echt goud geld verdiend met hop. En later zijn er ook nog wel pogingen geweest om die hopcultuur opnieuw
in Vlijmen te introduceren. Overigens niet geweldig. Laatst las ik ergens een stuk dat ze ook in het land van Altena daar weer mee bezig zijn. Maar op een gegeven moment hebben we het gewoon af moeten leggen tegen Beieren, Tsjechië. Dus een beetje Centraal-Europa die hele handel heeft overgenomen. In de straatnaamtoewijzing ook daarmee rekening. Inderdaad, de hopranken daar en de hopbel. Ja, de veiling is in 1916 opgericht. Voor die tijd, voordat er een veiling was, had je commissionairs die het verband legden tussen de productie en de afzetpunten. En mensen die gingen gewoon zelfs naar de markt. Ik heb de verhalen van mijn opa vaak genoeg gehoord van dat ze gewoon met een mand groente naar de bossenmarkt gingen. En de holdenkaart. En de hondenkade, ja. Daar hebben we een foto van. Ja, ja. Dus dat was... We hadden toen het mooie Pijnenburg. Ja. Die ging dan dwars over het marsland, zo naar de akkers toe, zou ik maar zeggen. Dus heel die nieuwbouw is daarachter. Ja. Zo tussen 1880 en 1920, toen heb je de zogenaamde sociale actie gehad, waar met name de priesters van Abdij van Berne erg bij betrokken waren, dus Pater van der Elze, van de kennen we allemaal, maar je had ook Van Beulde en Nouwen. En die hebben eigenlijk de hele middenstand vorm gegeven. En wat deden die? Die ontkoppelden in feite productie van de verkoop. Ja, en de veiling is eigenlijk net zo'n punt, ontkoppelen van productie en verkoop. Je hebt de producent en die brengen naar de veiling en vanaf de veiling gaat het naar de verkooppunten. De vierde die belangrijk was als priester van die sociale actie was Van Aken, Pius van Aken, waar we dus ook een straatnaam vernoemd hebben. En die straatnaam heeft hij niet gekregen omdat hij 10 jaar in zijn nadagen pastoor van Vlijmen is geweest. Maar hij was een van die vier pioniers van sociale actie en hij hield zich met name bezig met de werkgeverkant. En zijn insteek was altijd richting de werkgevers: zorg nou dat je je personeel een menswaardig bestaan geeft, want als jij tevreden personeel hebt, dan produceren ze of dan werken ze beter dan wanneer ze in. Dus met andere woorden, stop met het uitbuiten, stop met gedwongen winkelnering en al die dingen. Ben goed voor je personeel, dan is je personeel goed voor jou. Dat was eigenlijk zijn boodschap. Dus die kwam ook aan de veiling, maar die had ook een mandenmakerij. Dat weten de oude Vlijm van Iersel van Buhl. Ja. Die zat achter Henk Moors en Koen. Ja. En naast Pieter van Eggelen, dat was een mandenmakerij van Iersel van Buhl. Ja. Ja. En het huis van, daar hebben wij 30 jaar gewoond, dus een stukje dat kennen wij, naast Henk Moors. Voor de burgemeester van de Venstraat inlopen. Dan had je dus ook een overweg. En als je aan de andere kant, daar zat toen de tijd de technische dienst van de gemeente. Later taxi de Hart, daar zat Ebbe. Maar dat was echt van de gemeente. En een stukje verderop stonden noodwoningen. En daar hebben we als Vlijmen ook wel eens het landelijke nieuws mee gehaald. Want dan waren er een paar ontsnapt uit de koepel in Breda en die hebben ze hier gevonden. Ja, ik weet, de namen ben ik. De namen ben ik vergeten, maar één van de namen rijmde wel op namen. Wat was de wijde blik, wat was er iets? Nou, de wijde blik is denk ik gewoon het zichtveld. Daar stond niks, hè? Dus je kon gewoon heel de wijde. De wijde blik was. Gewoon heel veel van je afkijken. Ja. Ja, maar eigenlijk is dat de helft van de huis is helemaal verbouwd tot de hoede van de andere helft. Ja. Dat is op zich heel netjes gedaan, alleen historisch klopt het natuurlijk helemaal niet. Ja, hier stonden ook, maar ik noemde ze daar, omdat daar... Ja, maar die ook hier en daarom zijn die zo mooi, ook een beetje in die lijnen. Ja. Ja.
Heel modern, ik denk dat hier ook een sigarettenautomaat. Nee, maar ik kan er in ieder geval ook in. Ik weet wel dat het een zuivelwinkel geweest is, maar daar kan ik hier niet aan afzien. Ja, wanneer is dat? Hoe lang staat dit? Is dat een keer, hè? Dat, Adrie, het was geen café, want het was overigens Bakker van Echelen en daar was een café bij. Ja. Marie Schijf. Ja, Marie Schijf. Ja. En die had een tweeling, dat waren Krien en Jan. En Krien is naderhand hier komen. Ja, en Jan is ook een melkventer en die kwam dus op de Wolpert en die is later in Nieuwkerk gaan wonen. Het was waar. Ja, en Chris had ook nog een dochter, Ricky, en die is met Sjaak Merks getrouwd. En Sjaak Merks was weer bekend omdat hij als dirigent, maar dat was ook iemand die in de Brabants amateurmuziek, dus bij harmonie, fanfares, heel zijn leven gewerkt heeft. Het uithangbord zou het daar niet van links zijn, stelde. Maar niet van sigaren. Ja. Mijn opa, die was bij de spoorwegen en die is van Boksen naar Vlijmen verhuisd. En toen zijn ze in dit huis komen wonen. Voordat ze in Wolpen 26 zijn komen wonen, hier aan de overkant. Ja. En daarna het Marie Schij, of de Veur. Ja, nee, daarna. Daarna, ja. De Chinees, maar dat was dus de bakkerij en het café van Pieter van Echelen. Later had daar Jan Koentse met de café De Wolpert. En daarnaast hadden ook weer een zaak van Schone, want ze hadden zes zonen die hebben allemaal hun eigen bedrijf opgezet. Dus garage Schone, ja, die is er ook al zo lang als ik weet en iets langer. Ja, dus dat, maar die zit dus nog steeds daar. Dan Pieter van Echelen met zijn café hier tegenover. Dus daar ergens, daar stond dus dit huis en daar hebben we het al even over gehad. Dat was de mandenmakerij van Betje van Buur. De mandenmakerij van Iersel van Buur. Ja. Dat is van Iersel van Buur de mandenmakerij. Deze. Dit is een mandenmakerij en dat loopt door. Hier was het kantoor. En hier. Daar had dokter Martens zijn auto ook nog in staan, daar is een loods met twee garages. Ja. En dokter Martens kwam dan met zijn sigaretje in zijn mond, kwam hij in zijn auto en dan ging hij naar de patiënt toe. Ja, ja dat kon toen allemaal nog. Hè. En in dit huis, ja, daar woonde dan dus bij me, daar woonde. Driekske Moors. Hendrik, maar in de Driek, en die was weer bekend als dirigent van onder andere de harmonie van Nieuwkuik en van de fanfare van Amazone. En het twinkeltje van Betje van Bulle. En het twinkeltje van Betje van Bulle. Waar u nou staat, dat is hier eigenlijk. Ja, aan de overzijde van. Ja. U staat zeg maar hier in dit stuk. Wij staan hier Ja. En dan dit huis, of hiernaast, daar is ook de werkplaats geweest van Wim van Wijk. De Hurk in de Vlijmse terminologie. En dat was een hele goede trompetist zelf. En die is ook in instrumentenmaker geworden. Ik zal zo meteen nog even, maar dat was aan de overkant. Dit kleine dingetje, dat was kantoor en dat stond hier links van dit huis. Daar. Ja. Want dadelijk zie je Wolpert 26 en daar stond het rechts van. Dat klopt. Ja. Maar met tramrails en de zo. En ik denk dat hij hetzelfde plek is. Deze boerderij die stond hier. Dit staat er nog. Ja, dit boerderijtje is van die meneer, van deze meneer hier. Oh, die. Die woont hier. Die woont hier, denk ik. Hè? Dat is een boerderijtje. Nee, even kijken. Dit is een bakker. Bakker van Halderen. Ja? Dat is Bakker van Halderen, ja. Ja, maar omdat ik dacht dat hij ook met een hoge dak had. En deze, die gevel.
En je kijkt hier naar die, dan zie je, volgens mij is het hetzelfde, maar ik heb, ik denk dat het dezelfde plek is, maar ik heb... Hier woonde Noord-de-Rooi, woonde hier, op een boerderij hier. Dit huis? Tom, ik woonde van Echelen, die woonde daar. Annie van Echelen. Ja? Die zijn naar de andere... Van Echelen, hè? Die zijn naar de andere... Naar de, nee, die zijn volgens mij naar de polder gegaan. Echelen, dacht ik. Ik zou wel niet. Dokter Bartjes, die woonde daar op nummer 35. Daar ben ik nog niet zo lang. Kwam ik bij de boekenbeurs bij Mariënkroon iemand tegen. We raakten aan de praat. En dat was degene die nou in het huis van dokter Bartjes woont. Daar ben ik later ook op de koffie geweest. En toen heeft me laten zien hoe ze het weer helemaal teruggebracht hadden in de oude stijl. Want het is tijdelijk. Er waren er twee woningen van gemaakt. En daar hebben ze allemaal weer teruggedraaid. Ja, het is nu weer één woning. Dr. Martens en dokter Verhoeven, dat waren in ieder geval in mijn jonge jaren de twee huisartsen van Vlijm. Nou ja, we zijn langs de villa van Wagenberg gelopen, Wagenberg de Beer. Maar ik moet je eerlijk zeggen dat ik van al die Wagenberg niet precies weet wie nou wat deed. Dat huis hier tegenover was van Johan van Wagenberg en dat was Johan. Ja, hier van Wagenberg Vest, van de conservefabriek. Dit was van Wagenberg van Hest. Van Hest woonde daar, Wagenberg van Hest. Ja. En dit was Wagenberg IJzerman. En dit was dus van de Jonker Fris en van de landerij op de Noordloop. En die daar woonde. Dat was Harry met Jeanette van Wagenberg, die al die hele mooie oude auto's reed. Jeanette van Wagenberg van Nes was het. En de zoon, de Picard, Albert, die was directeur van de leerlooierij die hier gestaan heeft. Oké. En de Wagenberg in Julianenstraat? Die was ook van de leerlooierij. Dat was de grote man eigenlijk van Wagenbergvesten van de leerlooierij die hier stond. Wagenberg. En wij mochten er aan het werken en een monteur van ons die is ooit in de looiput gezakt. Oké. We hebben hem op tijd uit kunnen halen, want het was natuurlijk in de looistof. Zo. En wij waren nog niet zo lang getrouwd en toen hadden wij hier een winkel, hè. En dan hadden we s'avonds licht aan en toen kwam de heer Van Wagenberg op een gegeven moment oversteken, s'avonds om 10:00, belde niet aan. En toen zegt hij, mevrouw, het licht brandt hier elke avond, hoe komt dat? Ik zeg, ja, dat is voor de verkoop en om de etalage. Er deugt niks van, dan moet ik om 6:00. Licht uit. Maar dan moet ik even toevoegen, ik ben daar geboren, waar die woning staat. Daar is mijn opa in 1898 begonnen als ketellapper. Ja. En toen had er mijn vader met, die had vijf broers en daar waren er zes, twee loodgieters en een bakker en een slager. De bakker in de Juliaanstraat en de slager in de burgemeester van de Venstraat. En de loodgieter is naar Vught verhuisd. Op het ogenblik heb ik een gitaar. En Marjan Kals heeft zijn geld verdiend door de spuiters. De bepaalde soort capsules op plastic flessen en zo. Dus... Oh ja. En dit huurder die daarin zit, daar heb ik het telefoonnummer van. Als kerstverlichting aan, anders kan ik haar bel invoegen. Oké. Gaat de kerstverlichting aan. Ja. Zit er nou eigenlijk in? Een kliniek, hetzelfde als in Ville Wagenberg. Maar hier doen ze het eigenlijk heel mooi laten maken. Hier doen ze schijnbaar met laserstralen modernere technieken. Waar we hier lopen, die voorkant, dat is op een gegeven moment ook magazijn van V&D geweest. Dus het is maar goed dat wij er nog zijn, want de rest is allemaal vergaande glorie. Hè? En dat is ook nog een tijd lang een vrije markt geweest. Hè? Dat, Ja.
staan. Nee, die zie je niet, maar... Die staat hier aan de wagen gekomen, hè? Ja. Die stond hier? Ja, hier. Ja, er staat al een klein stukje van de leerloerij staat er nog, hè? Ja, achter de dingen, want wij wonen in de Marktstraat hier. En daarachter staan drie garages. En die zijn gebouwd tegen... De landstraat. Het water van het restantgebouwtje van de dingen, dat krijgen wij op ons dak van de Marktstraat. Oh, want de eigenaar daarvan, dan moet ik laten weten ieder jaar dat je een grote schoon moet maken, anders hebben wij water overlast. Ja, okay. En hij is nog een restant van de leerlooierij. Het ketelhuis. Ja. Nou, op een gegeven moment, zoals bij veel bedrijven, is ook hier een keer een flinke brand geweest. Als een brandweerhuisje. Ja. En als je dus bij de brandweer was, had een kar met alle spullen erin liggen en dan kon in de buurt de brand blussen. Jullie vader en ons vader, die hadden alle twee een brandweerkarretje. De mensen. Ja. En toen was een keer brand aan en toen waren ze kwaad als vader het geblust had. Dat gebeurde vroeger ook. Dat is echt waar, hoor. Ik ben 36 jaar bij de vrijwillige brandweer geweest. En er was op een gegeven moment hier een boerderijtje. En dat was door iemand gekocht, maar dat werd verhuurd. En er zaten mensen in. Maar die eigenaar was er niet blij mee, toen hadden ze de angst op. Weet je, ze riepen toen de brand, want ik was weer de brandweer. Niet spuiten, want dan ga je het uit. Positie gehad over de leerlooierij, en, want daar kwam er ook nog wel een heleboel bij kijken. En op een gegeven moment is er ook een flinke brand geweest. Vervolgens is het weer, ja, maar toen is het ook weer opgebouwd. En toen in één keer was het afgelopen. Met een looierij. Dus, ja, maar je zou zeggen van, bouw het dan niet opnieuw op, maar er zat maar vrij weinig tijd tussen de herbouw en het einde van de actie. En ik zat, die leerlooierij die is ook uitgebreid en daar waren van de achterkant, daar stond een huisje, daar woonde de bedrijfsleider in, Jan Broeders. Ja, eerst Broeders, laat het tussen. Tussen de huisje en de leerloerij waren een gebouw bijgezet met sheddaken en daar stond een scheidingsmuur. Ja. Ik zat daar te blussen met Giel de Nuip. De Nuip van de fietsenmaker, de gebroeders van. En Giel, ik was maar aankondigd, want ja, ik ben van 36, dus. Maar goed, ik zeg op een gegeven moment, ik zat er op die muur en die zat verbonden aan de sheddaken en die muur die ging zo op en neer. Wij zaten daar op de brede stuk waar ze gemetseld hadden, daar zaten wij bovenop. Ik zeg tegen Giel, rustig blijven blussen, ik ga eraf en ik pak al een slang aan dat ik op de vaste bodem sta en dan moet hij ook terugkomen, heel de muur stond los. Dus ik ben 3 meter over die muur, die was zo breed, een paar lagen, daar ben ik eraf gegaan achter, toen ben ik dus in de goot gegaan van de sheddaken en toen heb ik de slang aangepakt en toen is Giel ook weer zo op de muur gekomen. Ja, wat is de sheddaken? De sheddaken zijn de schuine daken. Aan de ene kant licht erin en aan de andere kant contact met hem. En die waren er wel een stuk of 8 zo. Ik weet niet of ze daar, die kunnen niet zien op de details. En op foto's in die expositie, daar zijn ze ook heel goed te zien. Dit is het huisje van de bedrijfsleider, van Jan Broeders en dan de andere van de buur. Dus een van de boerderijken, wat we straks vonden. Voor de achterstraat, die kant, en dat was bij de vraag. Waarom heb je die bijgedaan? Gewoon om een beeld te geven van was uw opa. Hoe dat mijn opa was. Want de buurt. En zo ging je dus met een begrafenisstoet naar de kerk. Dit is al wat erachter loopt. Oh, ja, dit ding is. Nee, dit is niet de eerste. Ja. Eerst kwam de baar en dan kwam in volgorde van geboorte de directe zoon, of eerst de partner natuurlijk. Ja.
Dus opoe liep meteen achter de kist. En dan de oudste, om Janos de oudste. Dan kwam om een Bertus. Dan, en ja, vertel ik ook. En dan om Nico enzovoort. En dan daarachter weer de vrouwen ook in die hiërarchie. Ja, ja, ja. Ja. Naar de kerk toe, hè? Naar de kerk toe. Ja. Is deze foto vanaf hier vierkant uitgenomen? Ja. 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 Oh, ik dacht in dit mijnhuis was. Nee, dat is niet waar. Nee, kijk. Ja, ja, dus oude huis is weg, is hè? Ja. Zo jammer, hè? Ik snap ook niks van dat kan. Nee, snap ik ook niet. Hier mijn huis was. Eerst de mannen en dan de vrouwen in de hiërarchie van leeftijd. Hier is dus dit huis en dit huis is geboortehuis van een aantal. Harry geboren, Jan geboren. Samen verantwoordelijk voor de mannenmakerij, bijvoorbeeld opgericht door hun vader. En wat mij verteld is, maar dat zal ongetwijfeld voor jullie komen, was Tien Verboord ontevreden over de manier van werken van de patronen in de mannenmakerij in die tijd. Vooral de oneerlijkheid die daarmee gepaard ging. Mensen, mannenmakers, die werden per eenheid betaald en dan werden een aantal eenheden gewoon kapot gemaakt. Ja, hoeven ze niet te betalen. Hè. Een beetje heel simpel, simpel gezegd is even, nou, dat doe ik niet mee. En, dat gebeurt in de box. Ja. En toen is het nietwerk verwoord begonnen. En, zelf begonnen. Opa was 18 jaar en die kwam thuis en die deed daar zo'n verontwaardiging over. Dat heeft mijn vader dan ook weer verteld. Zo verontwaardigd worden en toen had zijn vader gezegd, dan begin er maar voor je eigen. En zo is die hier man, ja, voor zijn eigen begonnen. Ja, Joke, ben ik hier geboren? Ik ben hier al geboren. Wacht even, ons Spaanersma. Nee, ik ben nog op de Wolpert geboren. Want ons Spaanersma zijn in februari, nee, rond 1952 hier komen wonen. Als ik 2 jaar oud ben. Ja, ja. Maar opoe, verboord worden er zelf nog met tante Sien en ome Piet, hè? Oh ja, ja. Ja, ja. Maar jij bent ook gewoon hè? Café was, hè? Ja, 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 ja. Ja, want toen tante Sien trouwde in 1949 is de koffietafel nog hier in het café gehouden. Ja, want ja. Hier Jan verboord en Piet verboord en Harry verboord en die man van Schone, ja. Die hebben, er zijn allemaal wagens van, dat ze bij de koekfabriek, bij de Passepartout. Ja. Dat ze daar allemaal in de wagen zitten, in hele oude auto's en ook carnaval en... Oh ja, 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 ja. Ome Piet was een carnaval, hè? Ja, daar heb ik En daar zat Piet van Ooyen ook in, hè? Ja, ja. Piet van Ooyen natuurlijk. Een groot gedeelte van het huis staat er ook Het was een monumentaal pand, het stond ook op de gemeentelijke monumentenlijst. Waarom stond het op de gemeente monumentenlijst? Omdat het gebied hierachter, dus wat nou helemaal volgebouwd is, maar dat gebied dat heette de Vijfhoeven. Ja, de toponiem, hè, dus de naam van een stuk land. En dit was de laatste van de Vijfhoeven. Ja, dus Vijfhoeven 1, 2 en 3, die hebben een naam ook weer ontleend aan de historische naamgeving van het gebied. En van die Vijfhoeven. Ja, er waren ook 5. Hoeveel was dit de laatste? Vandaar dat het ook die monumentale status had. Maar dus jammer genoeg niet veel van overgebleven. En dus dat huis is helemaal weg. Dit huis staat er nog en ik denk dat dit het meest karakteristieke huis van heel Vlijm is. Ja, dat was toch ook... Ja, met zo'n puntdak is daarna nooit meer gebouwd. Waarom is het dak zo ongelooflijk hoog en zo spits? Dat was misschien de stijl. Nee, dat weet ik niet. Nee, maar het lijkt me ook niet functioneel, dat hele bovenstuk. Dat het was verkeerd berekend worden. Het was verkeerd berekend. Ik heb het allemaal weer stel gesteld. Ja. Ik dacht het omhoog te kunnen, maar dat ging te spitsen. Oh, okay. Ja, dat is wel eens verteld. Voor degene die het interesseert, hier rechts, de huis waar de pan dak waar je om kijkt, daar woont de burgemeester. Ja. Pieter Kuik. En daarvoor van Jan en Frans van de Sterren. Ja. Hij is van GB. De groothandel, wat later de Spardistributietak uit voort is gekomen. En de een was verkoper en de ander was administrateur. En die zijn samen begonnen.
met een groothandel voor kruideniers waren. Ja, koloniale waren. Ja, en. Zo'n Paardwijk kon hier hebben, en van Baardwijk woonde daar. Dat is uit het feit dat de tijd dat Cor van Zon daar met zijn tankconstructie zat. Ja. En Gielbadje Horen zat. Dat was toch een, laten we zeggen, een verrommeld stukje achterstraat in die. Hij kwam maakte de domme en op een gegeven moment dan moesten die op een grote vrachtwagen. En die weg, die was hartstikke druk. De dief daar toen. Ja, ja. Maar dan gooide die pek over de straat en die stak die aan. En dan moest iedereen, dus er kon er niemand meer door. En dan kon hij op een gemakkelijke vrachtwagen. Meer als eens gebeurd. Ja, ja, voor degene die, Cor van Zon, dat is degene die die laat val. Daar aan de Veldweg buiten Haarsteeg. Hij hielp eigenlijk ook altijd, want hij moest gas bij verkochte flessen gas. Ja. En die moest je hebben voor zijn ketels. En van vrijdag op zaterdag werkte hij altijd door. En dan kloop hij bij ons over de poort en dan kwam het gas over. Ja. Maar Jan die hield daar netjes bij en die rekende altijd netjes. Ja, dus, Deze van GB, dat was van Govers. Ja. Die hebben dat boerderijtje gekocht op de Wolpenson. En dat moest blijven staan, maar hun hebben daar een inrit gemaakt dat ze erin konden. En dat is het laatste stukje van dat boerderijtje met op hoofdpunt 42. Schuppenzeuver. Oh ja, ja, die hoek die kan ik wel. Dit was dus de plek waar de achterstraat op de Wolpert uitkwam, hè? Want, en niet andersom, want de huisnorm stelde van daar ging ze hier naartoe op. Dus dit was het einde van de achterstraat en dat was de Spie of Schuppenzeuver. Ja, waar je naam Schuppenzeuver vandaan komt, weet ik niet. Dit jullie weten het al. Nou, ja, kijk, daar komt het. Daar komt het. Dit. Aan ons huis stond zo'n klein stukje nog een huisje. Ja. Ons thuis stond er aan het altijd hier. Maar heel vroeger is hij een café geweest en dan hiet de Schuppen 7. Kijk. Ja. Sorry. Nou, zal de huisje bij ons huis stond, stond er zo'n huisje aan. Ja, schuurtje zijn wij, maar het was een huisje. En heel vroeger is hij een caféke geweest en de hiette Schuppen 7. En nou hiet de flat naar die hier in de Prime Steeg staat. Dit is de achterstraat is en dit de Wolpert. Ja. Mooi, hè? Schuppen 7 was dus een café. Ja, en ik zeg maar. Een van mijn jeugdherinneringen, want ik zeg ook, hadden jullie vader daar zijn konijnen zitten? Ja, zeg je. Nou, wij hadden ook konijnen en ik ben hem wel eens op pad gestuurd, want om nieuw konijntjes te krijgen moest er wel eens wat gebeuren. Maar ze wilden niet, toen bleek dat mijn vader me mee naar Ram dan naar Ram gestuurd had. Ja, en dat werkte niet. Maar ja, wie is ik vol. Hier voorbij het Witte Huis, wat nou wit is. Want vroeger, toen Piet van Tiesje snel wonder was het niet wit, nou wel. Daar achterin. Dat is mijn geboortehuis. Het stamhuis van Verboort. Ja. En het verhaal is dat in 1830 of 1836, een van die twee, de Verboorten die komen eigenlijk van een oorsprong uit de omgeving van Erp en Gemert, die kant uit. En een van die Verboorten die is de legers van Napoleon. Richting Rusland getrokken en wonder boven wonder is hij daar ook van teruggekomen. Nou, daar kunnen we niet veel navertellen. En toen is hij als molenaarsknecht naar Vlijmen gekomen en heeft de huis gekocht hierachter. Voor iets voor 130 gulden. En het huis was toen iets van 50 jaar oud volgens de akte
waar ik in ieder geval een kopie van heb. En dus als bij elkaar was het van eind 18e eeuw en is het tot 1984 of zo, ik weet niet precies, ook in de familie gebleven. Daarna is het uit de familie weggegaan. Op de gevel staat de mortel, want dit gebied, en daar heb ik hier een kaart van, even een, dit gebied van hier tot het viaduct en dan richting Haarsteeg, dat heet de Naakte Hoek. En je ziet hier nog het typische slagenlandschap, hè, vanuit de ontginning van vroeger, waar stroken van 20 meter breed, veen afgegraven, werd een dijkje gelegd, dus daar komt dat slagenlandschap vandaan. De Naakte Hoek heeft blijkbaar zijn naam gekregen, omdat je dus vanaf hier tot aan Haarsteeg ook geen enkel obstakel had. Het was ook verder onbebouwd, het was gewoon landbouwgrond, er stond geen huis, er stond niks. Een heel nieuwe woonwijk bouwen. Het Geerpark, ja, dat had eigenlijk het Naakthoekpark moeten zijn, maar dat hebben ze niet aangedurfd, denk ik. Maar de Geersloot, kijk, hier heb je de Geer, maar de Geer is dus heel duidelijk rechts van de Priemersteeg, van hier af gezien. Maar hier heb je ook de Geer als toponiem van dat gebiedje. Maar dat gebiedje lag dus echt rechts van de Priemersteeg en niet links. Dus ons huis heette de Mortel, maar ook de boomkwekerij van Kiske van Hengel is de Mortel. En later heb je ook bij Van Helvoort bloemkwekerij de Mortel. Dus die naam de Mortel die komt hier regelmatig voor. Dat is eigenlijk het zuidelijke stuk van je Naakte Hoek. Zo hier, zo dat stukje dat heet de Mortel. En de Mortel refereert aan rulle zandgrond. Dus op kleigebied zul je nooit mortel aantreffen, maar bij Udenhout of bij Gemert, dus in die gebieden, daar komt de naam mortel of mortelen, komt biezenmortel. Maar het betekent eigenlijk gewoon roze. Net naast het Witte Huis, daar heeft heel lang de woning van Piet van Hoot gestaan. Ja, ja. Noodwoning. Ja. Een stuk aangezet later. Ja, en waarom zijn er ook jeugdherinneringen? Want in de tijd dat de eerste televisies kwamen, en je zag daar een hele rij klompen voor de deur staan, dan waren wij televisie aan het kijken bij Koverboord. En daarnaast, en daar heb ik wel een foto van, en niet omdat het mijn oma is, maar het is mijn oma. En waarom heb ik die foto erin gezet? Nogmaals, niet omdat het mijn oma is, maar die had ook een kruidenierswinkel, zoals je dus in die tijd gewoon heel veel van die winkeltjes had. De tijd die mensen hadden, en ja, dat merk je ook in die winkeltjes. Alles werd opgeschreven en iedereen had tijd. Eén keer in de week dan werd er afgerekend, want dan hadden ze het geld gebeurd en dan werd er afgerekend. Hè. Linksbedrijven, gras en klaverzaden. Mommensteeg. Die zijn in de jaren 20 begonnen met Van Engelen en Mommensteeg samen. Eigenlijk ook in de tijd na die hopteelt en met het geld wat ze daar verdiend hebben ze geïnvesteerd in een zaadveredelingsbedrijf. Toen zijn die twee uit elkaar gegaan na vrij korte tijd en Van Engelen heeft zich gevestigd aan de Meli. En Mommensteeg is op de Wolpen terechtgekomen. En samen zijn ze toch goed geweest voor een heel belangrijke positie op de wereldmarkt van graszaden. Er worden vaak vergelijkingen gemaakt tussen Lips of tussen Drunen en Vlijmen. En toen Lips in 1934 in Drunen kwam, kreeg je een heel ander soort industrie. Dus een heel ander soort werknemers, een heel ander soort technische mensen. En je kreeg dus veel meer invloeden van buitenaf. En wat je in Vlijmen veel meer zag, is dat al die mensen, die keuterboertjes toch vooral in Vlijmen, die zagen allemaal kans om wat meer zekerheid op te bouwen. En die gingen bij Van Engelen
en bij Mommersteeg werken. En daar kwam dus niks, geen nieuwe invloed van buiten. Ja. Natuurlijk kwamen we daar ook wel op het laboratorium en zo, maar in, waar Lips eigenlijk heel veel nieuwe werkgevers van buiten de directe omgeving getrokken heeft, zag je hier veel meer dat mensen vanuit het dorp gewoon bij voor een halve dag in de voor halve dagen ging schoefelen bij Mommersteeg of bij Van Engelen. Dus die invloed van buitenaf is veel minder geweest dan in Drunen. Meliestraat is er ook wel mee omhoog gegaan, hè? Ja. Want die nou in de Meliestraat wonen, die wonen in de Rijksstraat. Bartje heeft ook nog net even uitgelegd waarom daar een kanotmulk staat. Nou, ja. Bart is ook Prins Carnaval geweest. Maar het is wel zo in ieder geval, hier staat een kanotmulk. Waarom? Omdat wij als carnavalsvereniging hadden toen, we wilden Piet van Ooyen wilden we graag eren, omdat dat de schutspatroon was van onze carnavalsclub. En toen hebben we daar met de gemeente over gesproken om hier een beeld van Piet van Ooyen te plaatsen. Als zijn herinnering, dat hier was een beetje de geboortegrond van Piet van Ooyen. Maar de gemeente had op een of andere manier daar toch andere gedachten over, omdat Piet van Ooyen, zoals wij toen vernamen, niet helemaal zuiver was geweest. En hebben gezegd van als gemeente willen we daar absoluut niet aan meewerken. Wij willen wel meewerken om daar een krotwurg neer te zetten. Omdat in carnavalstijd heet het hier krotwurg en dam. Dan heb je toch een referentiepunt van nou ja, dat is hier in dit gebied is carnaval ontstaan. Maar wij gaan niet medewerken om hier een beeld te plaatsen. En vandaar staat hier een krotwurg. En die is in 82 gezet. Ja. En daar zit ook nog een fles Jägermeister onder met daar nog 111 euro en 11 cent als symbool. Ik ga dat maar niet betalen, want... Nee. Nou, deze foto van Piet van Ooyen, die heeft verder ook een vrij hoog huipen gehaald. Want de jonge Nico staat er en Hinderhuip staat erop. Volgens mij staat er ook Giel Kuijs hier. Hierachter staat Berkemans. Berkemans. Ja. Ja. Nou, dus echt een blijmste foto. Hoor. In 1947 toen zijn alle huisnummers, of de huidige huisnummers, ingevoerd. Ja, en daarvoor waren het allemaal nummers met een D en een A. En dit lijstje, als ik hier bijvoorbeeld de Wolpert, Jan van der Pol, Jan van Vlijmen, Meis, Van den Dungen, Van Dal, van ja, dat is precies het rijke dat je zo uit de jeugd voor je ziet. Dus, en aan de andere kant net zo. En, ja, dat is natuurlijk wel heel makkelijk als je zegt van, ja, wat stond er ook weer? Oh ja, maar dan wonen die en die en die. En je kunt ze precies volgen. Het klopt heel erg. Wolput 40. Wees schone en dat was D38. Kijk. En de lijsten van één Wolput of nog meer? Nou, die lijsten die zijn er overal wel, maar ik heb hier het lijstje van de Wolput. Die nummers zijn nadien nog een keer veranderd, want wij hadden vanuit dat systeem nummer 42 en later werd het 66. Nummer 27, dat was J. van der Wiel op D17. Mijn oma die had een kruidenierswinkel hier. Door de Nen en uit de klas, dat ben ik daar genoemd, vandaar aardig. Maar er waren een paar mensen hier op de Wolput, en ik weet niet of het toeval is, maar daar in, naast de studieboerderij, de huis de Piet Kuijs. En Bertha Boom. En Bertha Boom werd nooit Bertha Kuijs genoemd. Dat is altijd Bertha Boom. En jullie moeder was altijd Anna Schaai. Dat was nooit Anna van Wild. Verderop hadden van Vught altijd ging naar Van Kuik. Nooit. Dus van Jan, maar hoe dat er nou komt, dat bepaalde mensen, of bepaalde vrouwen in dit geval, zijn altijd met de meisjesnaam genoemd blijven worden. Rika Schouten. Rika Schouten. Ja,
Tietje Mommersteen, die ja, hier ja, was, ja, die was bij de harmonie, hè? Ja, ja. En dan kwam hij bij ons langs en dan stond mijn vader, die stond wel eens ooit buiten. En dan, Tietje, ik had een stuk spullen. Maar Tietje, die pratte niet in één keer. Ja, zit hij, ik ga een stuk spullen, ik ga een stuk spullen. Dat zei alles twee keer. Toen was hij bij de prins. Toen zei, vertel niet tegen Louis Prinsen. Louis, geef een borreltje. Hij zei, geef een borreltje. Dus wat doet Louis? Die zet er twee borreltjes. Nee, eentje minder zit hij. Dus hij fietst weer alle twee weg. Teruglopen zoals de Wolpert in die tijd was, dan was de, dat er aan deze kant van de Wolpert bijna huis aan huis winkels waren. Ja, dus je had van Meis met de interieurinrichting, je had de bakker van het mandje van een dungen. Je had Jan van Vlijmen, daar heb ik nog een, van Jan van Vlijmen heb ik nog, ja, Sperber is later bij in het huis van het mandje van een dungen gekomen. Ja, mooi, hè? Ja, mooi. En dan zit ze altijd in de zichtstraat. Er waren drie, want hier zat dan de meis en de bakkerdas. En daarnaast stonden er ook nog drie huisjes, waar? Ja, daar hadden Marietje van Eyck. En dan hadden wij met drie huisjes. En die wonen ja, direct al. En dan verder. Lien de Looy op de hoogte. Lien de Looy. Lien de Looy. Lien de Looy. Er zijn drie huisjes, daar hebben we daar staan. Maar ik heb ook gehoord dat die direct tegen Julian stonden. Nee, stonden die verderop? Die stonden nog tussenin. Ja, te zien, was het een maak stukje grond. Maar ik ga... Dat kwam met een mondje van een dunge. Ik ga... Ja, nee, duidelijk. Mooi, dat... Ja, dat Wout van Weert. En daarvoor had de P van de Lee. Van de Lee. Ja, die zijn toen naar de burgers van de Wenstraat toegegaan. G van Dijk en van Bladel. En van Dal. En dan had de mandje van de Dungen. Dat zijn drie huisjes. Ja, dat maar ik heb altijd gehoord dat die pal tegen jullie al stond. Nee, dat was een stukje een vrij stukje grond. En dan was het mij. Boerderij van Jan Keus. Was dat hier? Die stond hier. Die stond hier, hè? De boerderij van Jan Keus. Ja. Die stond hier, hè? Ja. Ook afgebrand en daar is brandweerkazerne, maar dat is dus de grondlegger van waar nu Kievits Drune is. Ja, dat is daar begonnen. Hè. Dat was eerst Jan en Kees Kievits samen. En woon in betonnen dozen. Met flink veel glas, dan kun je zien hoe of het bankstel staat bij Mien en er dress waar met plastic rozen. En langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek. Ik heb hun vaders nog gekend, ze kochten zoethout voor een cent, ik zag hun moeders touwtjes springen. Dat dorp van toen, het is voorbij, dit is al wat er bleef voor mij, een aanzicht en herinneringen. Toen ik langs het tuinpad van mijn vader de hoge bomen nog zag staan, ik was een kind, hoe kon ik weten dat dat voorgoed voorbij zou gaan.